van harte welkom bij het voorprogramma. Een talkshow van L1 en Pop in Limburg over alles dat speelt in de Limburgse popmuzieksector. Een nieuw seizoen en dat is maar goed ook, want er zijn weer enorm veel toffe initiatieven ontstaan. Onder andere de Breakout Sessions, daarover straks meer. Eerst gaan we het hebben over de Banca Studios. Jan en Alice, welkom. We blijven dus heel even in Maastricht in dat pand. Banca Studios, dat bestaat al een hele tijd. Jan, je bent er best wel een tijdje bij betrokken, hè, bij de Banca Studios. Ja, al heel lang. Vanaf het begin eigenlijk. En ik ken het gebouw al heel lang. Maar we zijn er ooit begonnen met de muziekgieterij in 2006. En daarna ben ik een tijdje weg geweest. En uiteindelijk zou het pand gesloopt worden. Maar gelukkig hebben we het kunnen behouden. Ja, het heeft best wel een rijke geschiedenis. Muziekgieterij, ROZ is het daarvoor ook nog geweest. Dus het gaat al jaren mee. Het is fijn dat dat dan uiteindelijk behouden kan worden. En dat er nu een soort culturele hub, moet ik het noemen, Edis, is ontstaan. Het is een prachtige creatieve plek voor makers. Het is niet alleen maar gericht op popmuziek, maar dus we hebben ook de toneelgroep Maastricht daar zitten. We hebben verschillende muzikanten, producers. Dus het is een plek wat Maastricht volgens mij echt wel nodig heeft. En niet alleen maar volgens mij, maar ook volgens heel veel andere creatieve mensen. Daar hadden we het net ook straks over. Hè. Je hebt op verschillende plekken wel gehad in Maastricht, maar nu is het op één plek. En dat is dan wel wat zorgt voor nieuwe projecten wat er kunnen ontstaan. Ja, er zijn in Maastricht heel veel makers en sommigen zitten bij het landbouwbelang. Inderdaad, er zijn anderen misschien inderdaad bij een toneelacademie of een officiële instantie. Ja. Maar dat er één plek is waar iedereen terecht kan, ja, dat werd eigenlijk nog wel gezocht. Ja, precies. Nou, mooi dat jullie dat op die manier op hebben kunnen zetten. En niet zomaar, want dat is eigenlijk allemaal begonnen in coronatijd. Dus dat was niet makkelijk, Jan. Nee, dat is niet makkelijk natuurlijk. Want alles lag een beetje stil. En dan moet je eigenlijk min of meer van nul beginnen. Dus, maar dat komt goed. Dat duurt een tijdje voordat de mensen weer, laat ik zeggen, een beetje normaal worden. Mag je eigenlijk niet meer zeggen, maar... En, bedoel je dan vooral nou, in productiviteit? Of in ja, mensen weet je, mensen beginnen nou weer te geloven dat het allemaal kan. En beginnen weer nieuwe bandjes en nieuwe muzikale initiatieven. Mensen beginnen weer met het opnemen van videoclips, whatever, weet je. En dan zie je dat er weer een nieuwe drive komt. En dat is mooi. En dat kunnen wij heel goed faciliteren natuurlijk. Ja. Want het gebouw is er eigenlijk voor gebouwd, hè? Min of meer. Omschrijf me jouw rol even. Wat doe je dan precies? Nou, ik ben projectleider. Dus in eerste instantie ging het natuurlijk om het verbouwen en het renoveren. En nu gaat het vooral om te zorgen dat de tent aan het draaien komt. En dat de ideeën die er zijn, dat die ook vormgegeven worden. En daar kom jij een beetje kijken, denk ik toch, Alice? Inderdaad, ik doe dat dus de studiokant, de studiomanagement, ook de artistieke kant, als ik het zo mag verwoorden. Maar ik heb ook een heel breed netwerk, ja natuurlijk ook wel, en probeer ik zoveel mogelijk muzikanten ook bij te betrekken, om daar een onderdeel van te kunnen zijn. En dat we daar een soort nieuwe scene ook weer creëren, wat op dit moment in Maastricht nog wel vrij klein is. En Limburg denk ik ook, maar het komt wel weer op, denk ik. En vooral in de coronatijd was het veel natuurlijk, hè, allemaal ingezakt. En je ziet dat hoe mensen enthousiast ook zijn om weer naar concerten te gaan. Of in ieder geval een nieuwe cd te doen, wat we met Solomon hebben gedaan. De live opname van Solomon in de Banca Studios. Daar zijn we ook heel trots op. Dat was een hele grote productie. Met beeld erbij en audio, dus daar zijn we erg trots op. Ja, Solomon is een band uit Maastricht. Daar kunnen we zo meteen nog een stuk van laten zien. Maar je hebt het over die scene in Maastricht, die misschien klein is, was. Hoe is dat nu? Ja, het is nu een beetje verspreid, hè, door de stad. En ik kan me nog goed herinneren toen we de muziekgieterij in de Banca Studios, hè, het oude ROZ-gebouw, ja, hadden. En toen kwam die scene daar altijd. Hè. Toen die, na de concerten was er altijd nog een kleine afterparty. En mensen die dan gingen spelen bijvoorbeeld, hè, die kwamen er altijd terug. Omdat alle muzikanten die kwamen daar. En dat was zo'n verzamelplek voor die scene. Hè. En dan, toen zag je ook gewoon nieuwe initiatieven ontstaan. Hè. En die plek willen we eigenlijk weer zijn en worden. Alleen op een andere manier. Hè. Wij doen geen concerten. Maar we willen eigenlijk veel meer, zoals Edis ook al zei, een makersplek zijn. En dat is ook voor alle muzikanten. Hè. Het gaat niet alleen om popmuziek bij ons. Het gaat ook om klassiek, jazz, noem het maar op. Geluidskunstenaars, alles kan en alles mag.
En het mooie aan dat gebouw is, zoals we het nou is vormgegeven, is iedereen komt elkaar daar ook tegen dan. He, dus als bijvoorbeeld ergens in de studio opeens iemand de idee krijgt om een cello ergens in een track te hebben, dan, als je geluk hebt, je zit er ergens iemand ja, precies. Die dat doet. He. En dan krijg je een soort van kruisbestuiving. En ik bedoel, het is al niet meer heel raar om klassieke instrumenten in de popmuziek te gebruiken. En andersom ook. Hè. Dus, en dat is ook wat we willen zijn. Hè. Ja. Vooral, en daardoor hopen wij natuurlijk hè, dat er een soort van nieuwe scene ontstaat. Met nieuwe makers die dingen net iets anders doen dan voorheen, zou ik maar zeggen. Ja, want je hebt dus het conservatorium bijvoorbeeld. Daar zijn ook jam-sessies voor. Ja. En ja. Je hebt de muziekgieterij. Dus er zijn wel plekken. Maar het gaat jullie echt erom dat het laagdrempelig moet zijn. Dat eigenlijk iedereen in elke vorm muziek kan inderdaad maken bij jullie. Yes. Ja. En je kunt dat niet forceren. Niet alleen muziek, hè, maar het gaat ook om... Als je bijvoorbeeld als band een videoclip wil maken... dan kan dat ook bij ons in een grote studio. Hè. En dan hebben we om de hoek de mensen van Videopower... die verstand hebben van films maken. We hebben RTV Maastricht in het gebouw. Daar gaat het over televisie en radio. Weet je? Dus die kennis die is allemaal verzameld. En dat maakt het net mooi. Hè? En dan kun je die kennis gewoon bij elkaar halen. En dan kun je, laat ik zeggen, laagdrempelig iets voor elkaar boksen. Ja. Sinds 2020 zijn jullie daar echt mee aan de slag. Maar de laatste maanden, kan ik me voorstellen, is dat pas gaan bloeien. Want je hebt toch die coronaperiode een beetje moeten afwachten. Wat heb je nou de laatste maanden meegemaakt of gezien? Heb je voorbeelden van dat je denkt, oh ja, toen was ik echt, liep ik door het gebouw en dacht ik, dit is wat het kan zijn. Wat ik mooi vond, was de combinatie tussen toneelgroepen Maastricht. Want die hadden toevallig repetitie en we hadden een jam-sessie van het conservatorium. Van een aantal studenten die dat op eigen initiatief zelf hebben georganiseerd. En ik vond hoe dat ging zich plannen, dat vond ik wel heel mooi. Maar het zijn toch wel twee verschillende werelden. Je zit in de toneel, zijn mensen toch misschien wat meer... Niet zozeer open, vind ik, naar nieuwe dingen. Vooral niet naar mensen vanuit het conservatorium, maar andersom ook. Dus dat vond ik heel mooi, dat in één keer was dat bijna één feestje. En dan liep ik daar door het gebouw rond. Ik zag ze met elkaar praten in zoveel verschillende talen. Van Italiaans, Spaans, Nederlands, Duits, neem het. En vond ik dat prachtig. En dacht ik, ja, dat hier hebben we het toch voor gedaan. En misschien speelt daar iemand van toneel straks mee in een of andere clip van die jazzmuzikant of zo. Weet je? Dat soort mooie kleine initiatieven. Mooi. Wat is het voor jou, Jan? De afgelopen maanden? Druk. Nee, maar ja, dat is alleen maar mooi als het druk wordt natuurlijk. Hè. Bedoel, daar doe je het ook voor. En, ja, wat ik mooi vind is, we hebben bijvoorbeeld op de Burendag... hebben we samen met het buurtwerk hebben we workshops gegeven. Hè, samen met de Redwood Studios. Dus de mensen die in het gebouw werken... Hè, hebben we twee workshops gegeven, één voor kinderen... En één workshop voor ouderen. En die gaan dan samen muziek maken. Ja, als je dat ziet, dat is... Ja, zeker voor een wijk als Marieberg is dat gewoon fantastisch. Hè? Met die kids hebben zoveel plezier. Iedereen staat er gewoon met zo'n ogen te kijken natuurlijk. Ja. Te gek. Ja. Mooi om te zien dat het dan letterlijk bijna allemaal samenkomt. Ja. En dat begint bij die kleine. Ja, precies. Ja. De komende tijd, wat kunnen we verwachten? Waarvoor moeten we de Banca Studios in de gaten houden? Zijn er echt producties die eraan zitten te komen bijvoorbeeld? Nou, we doen best veel dingen hoor. Je ziet ze niet allemaal natuurlijk, want wij verhuren in principe ook gewoon de zaal. Hè. Maar we hebben op 18 november onze tweede grote jam-sessie. En dat is echt een spektakel. Dit keer hebben we gekozen voor een optreden als, hoe heet het ook weer? Pacific Fuzz. Die komen dan spelen en dan gaat dat eigenlijk een beetje automatisch over in een jam-sessie. En dat is ook iedereen welkom. Hè. En dan komen er ook trompetisten bijvoorbeeld. En die spelen dan allemaal met elkaar en door elkaar. En daar kunnen ook mensen gewoon komen kijken natuurlijk. Hè. Ja. En dus dat. En we hebben nog een pitch night, geloof ik, van Videopower. Dan kun je films pitchen. Als je een filmidee hebt, hè, dan wordt het daar, moet je dat voorstellen en uitleggen. En dan gaat die misschien ooit in productie. Hè. Dat soort dingen. Hè. En verbouwen. Repetities. We moeten steeds nog verbouwen. Ja. Stapje voor stapje moeten we dingen verbouwen en beter maken. Ja, dat duurt nog wel even. Maar
Ja, dat is repetities natuurlijk. Ja. Jullie zijn er hard mee bezig. Ja, dus weet je, dus vooral in deze opstartfase. Hè, we zijn met heel weinig mensen. En dan is het... Ja, het heeft gewoon tijd nodig, weet je. Zoiets kun je niet dwingen. Je kunt geen band dwingen om bij jou te komen repeteren of iets te komen opnemen. Er moet iets ontstaan en dat moet natuurlijk ook een beetje allemaal naar je toe trekken dan uiteindelijk. Ja. Ja. De sfeer zijn natuurlijk. Ja. Je kunt equipment hebben, hè, een mooie ruimte. Maar de sfeer moet daar ook kloppen. Ja. En mooi. Dat is daar werken we hard aan nu. Ja. Dank jullie wel dat jullie erover wilden vertellen. De Banca Studios dus in Maastricht. Ja. Jan Sluismans en Edis Pajacetovic, dank jullie wel voor jullie komst. We lieten de naam al heel even vallen, Solomon. Ze zijn deze keer de nieuw uit Limburg. Wij zijn Solomon. Althans, twee vijfde van Solomon. Band uit Maastricht. We maken alternatieve indie. Melancholische alternatieve indie. I never thought that I could fly over. My wings are getting stronger. It's now or never. Ja, de single die we net hebben gereleased heet The Box. En dat is een nummer dat ontstaan is. Heel klein, met zang en piano. En zo begint dat nummer dus ook, maar dat pakt uiteindelijk uit tot een hele grote, misschien wel orkestrale versie. Het is een nummer wat wij althans hartstikke mooi vinden. I never opened up my eyes, so nobody could see that I was blind. Het fijne aan Maastricht, er zijn heel veel jam sessies. En zo kom je zoveel mensen tegen en dan praat je tegen iedereen. En dan is het heel makkelijk om een groep samen te stellen. Nou zijn wij niet zo ontstaan. We hebben Tim en Wolf specifiek gevonden uit het Jazz Conservatorium. Omdat ze master daar deden. En ik ben van straat geplukt. Van de straat geplukt, ja. Letterlijk. Letterlijk. De band is altijd gewoon samenstelling van verschillende individuen en de muziek die er uit zo'n band komt, had je nooit in je eentje kunnen maken. Nu zijn we vooral bezig met heel veel live shows. We doen nu ook mee met popronden, dat is heel druk en dat gaat ook heel goed. En dan komt het album er nog aan en dan... Dat moet toch een moment zijn? Ja. Gewoon het idee van een LP in de handen hebben. Vooral een LP en niet gewoon een MP3-file op de computer. Dus ik wil hem heel graag draaien. Gaan we een feestje bouwen als dat uitgebracht is. I never opened up my eyes, so nobody could see. I was blinded by the light. Band uit Maastricht, Solomon. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht. Dus dat is goed nieuws, maar ze hebben nog beter nieuws. Ze staan volgend jaar op Eurosonic Noorderslag. Dat is het grootste landelijkse showcase festival. Dus daar gaan we nog heel veel van horen. Intussen zijn bij me komen zitten Jules Stultjens en Samir uit Mo. Welkom. Dank je. Samir, laat ik heel even bij jou beginnen. Want we gaan het zo meteen hebben over die breakout sessions die eraan zitten te komen. Maar je bent ook onderdeel van DJ-formatie Moxie. Klopt. En jullie hebben eindelijk weer een gigatour gehad. Ja. Hoe was dat? Ja, gek. Want het hele jaar staat op de kop gewoon weer. Het is eigenlijk vanaf februari is het eigenlijk non-stop. Toen zijn we aan het toeren. Dus het is echt geweldig. Is je lichaam er alweer helemaal aan gewend? Kun je het weer handelen? Ja, absoluut. Ik moet zeggen, eigenlijk de eerste maand, februari, was het even schakelen. Vooral omdat je thuis ook even weer moet missen en zo. Want daar ben je heel erg aan gewend om in één keer 2 jaar thuis te zijn. Ja. Maar ik ben wel erachter dat het tourleven wel echt voor mij is. Gewoon, ja, je kunt er wel van genieten. Ja, nog steeds. Ik denk dat ik dat ook niet snel zal stoppen, eerlijk gezegd. Nee. Mooi, want er zijn ook artiesten die in die tijd dachten, oh, eindelijk rust, ik wil alleen maar in de studio werken. Maar voor jou is dat live gevoel wel. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, tijdens de corona had ik wel ook af en toe wel zoiets van, oh, wil ik nog wel op tour hierna. Weet je, want ik heb alles eigenlijk al een beetje gehad in die zin van de landen. Maar nu ik er weer in zit, denk ik, nee, ik wil dat nog steeds. Te gek. Ja, zeker. Mooi dat je toch ook even tijd hebt om hier te zijn. Ja, zeker. En Jules, jij ook natuurlijk, van harte welkom hier vanuit Grenswerk. Hoe is het op dit moment bij Grenswerk?
Ja, goed. Ook wat Samir zegt, sinds februari eigenlijk weer een full swing. Dus we zijn volop bezig met datgene dat we het liefste doen, concerten en clubavonden organiseren. Ja, wel, en daarnaast heel veel mooie projecten natuurlijk. Wel fijn dat dat weer op een ander tempo kan dan in de afgelopen maanden, jaren. Ja, zeker. Er zijn nog wel veel programma's van uit corona weg aan het werken. Of weg aan het werken. Misschien een beetje onherbiedig, maar er staan nog heel veel shows die al heel lang op onze agenda staan. Maar ook daar kijken we naar uit. En we hebben weer een vol najaarsprogramma. Volop bezig met volgend jaar, dus mooie dingen. Het was een grote puzzel. Je zegt, we zijn er nog mee bezig. Is die puzzel wel bijna gelegd? Of denk je, nou, we zijn volgend jaar ook nog wel bezig met shows inhalen en dat soort dingen? Nee, voor mijn gevoel zijn we er wel, is het wel een gepasseerd station meer. Oh, fijn. Ja. Dat is goed om te horen. Ja. Jullie zijn hier voor de breakout sessions. Laten we daar even naar kijken. Cause I've been around the world and drowned in love 100 times. And every time I start to fall, you turn around and change your mind. Jill, je noemde al projecten. De Breakout Sessions is een van die projecten. Het wordt een soort schrijverskamp. Dat klopt inderdaad. De Breakout Sessions is eigenlijk een samenwerking die ontstaan is vanuit de Proeftuin Popmuziek. Dat is een initiatief wat muziekorganisaties en collectieven in Noord-Limburg, Noord- en Midden-Limburg met elkaar verbindt. En vanuit die gedachte hebben wij samen met de EC Cultuurfabriek en de Boshel en samenwerking met Samir natuurlijk de Breakout Sessions bedacht. Een writers camp voor producers, rappers, DJ's en ook singer-songwriters zijn welkom. Oh ja, toch? Want ik dacht, het gaat specifiek wel een beetje de dance-urban kant op, maar... Nee, klopt. Het is dance en urban. Alleen je wilt liedjes maken, dus je hebt schrijvers nodig. Mm-hmm. Dus het wordt een combinatie van singer-songwriters, die de talenten uit de regio. Maar we gaan er ook professionele songwriters bij zetten in de sessies. Om ook weer te sturen op zo snel mogelijk tot een goed resultaat te komen. Zodat er ook echt wat uitkomt. Want je kan wel lekker jammen met z'n allen vanuit dat wat je kan. Maar wat het doel is van dit kamp, is om ervoor te zorgen dat er echt een professionalisering plaatsvindt. Dat die jongeren echt gaan zien van, oh, weet je, er kan nog een tandje professionaliteit bovenop. En ook dat de werkethiek tijdens een sessie leren. Weet je. Dus dat is eigenlijk het doel ervan. Oh, dat klinkt al meteen streng. Het wordt wel even knallen. Ja, dat wordt het ook zeker. Dit is echt wel voor de gevorderden. We willen hier echt iets bereiken. Iets wat iets groter is dan wat er al eerder is gebeurd. Dus dan komt het bij dat er toch wel een werkdruk bij komt. En er zijn sessies van 3 uur. En in die 3 uur tijd moet er ook echt wat gepresteerd worden. Niet in de zin van, als het niet lukt, dan moet je naar huis. Maar het doel is om echt iets moois te creëren. En dat iedereen na afloop echt met 2 liedjes overblijft. Die gewoon klaar zijn. En die gepitcht kunnen worden aan labels. Oké, dat is het doel. 2 liedjes per deelnemer. Ja, minimaal. Dus het liefste meer. Maar 2 per is het minimum. En dan zal ik ook dan ook helpen in de afloop om in dat traject daarna om er ook voor te zorgen dat het binnen 4 weken na het kamp klaar is. En dat het dan ook meteen naar labels wordt gepitcht en dan echt internationaal. Dus om te zorgen dat die jongeren ook echt dan meteen kunnen proeven van het succes. Nou, dat is niet zomaar een kans eigenlijk die je krijgt. Jullie hebben plek voor 10 tot 15 mensen. Mm-hmm. Zijn die al geselecteerd of kunnen mensen hebben zich daarvoor kunnen aanmelden? Hoe is dat gegaan? Dat aanmeldproces heeft de afgelopen week gelopen, tot gisteren. En er zijn inmiddels 31 aanmeldingen. En dat is een hele mooie mix van producers, een aantal rappers zitten erbij, maar ook jongens met gitaren. Dus dat is heel tof, het is een hele mooie mix geworden. En ook wat ik tof vind vanuit Noord-Limburg, maar ook echt Midden-Limburg. Dat is echt heel tof. Ja. Jullie geven aan, er moet nu echt wat uitkomen. Jullie hebben natuurlijk tijdens corona ook wel workshops gegeven en geprobeerd om dat wel een beetje in gang te houden in die tijd. Komt dit dan ook eruit voort dat jullie toen gezien hebben van oké, het is leuk om samen iets te doen, maar nu moet het anders? Is dat een soort les die toen is geleerd? Ja, in corona zijn, zoals ik al eerder zei, een aantal mooie projecten ontstaan in Venlo. Eentje daarvan was Teachers, wat ze ook samen met Samir gedaan hebben.
waarin we binnen de beperkingen die toen waren, met 30 personen een soort workshop konden doen. En vanuit daar zijn ook weer de production mastercourses ontstaan. Dus ook weer samen met Samir hebben we op dat idee doorgepakt. En voor mijn gevoel is dit ook weer een verlengstuk daarvan. Ja, ik merkte wel heel goed, ook tijdens de mastercourses, dat er gewoon heel veel talent rondloopt in onze regio. En nou, specifiek even over Venlo dan. En dat, ja, toen ik met ze aan de slag ging, zag ik ook dat het eigenlijk vrij weinig, dat er vrij weinig nodig was om iets los te maken en hun wat dan ook echt, waardoor ze echt beter werden. En toen begon ik te denken, toen waren die sessies voorbij. En toen dacht ik, ja, en nu dan? Nu is dat contact weg. En dat was het dan, weet je wel. Nu moeten zij dat weer zelf doen. En ik denk van, eigenlijk moet er zo'n plan zijn wat veel dieper gaat dan wat lessen. En waar je veel meer dingen uit kan halen. Zoals bijvoorbeeld netwerk bouwen onderling. Of inspireren om groter te denken. Of weet je, een onderlinge scene te creëren in de stad. En dat is allemaal niet gebeurd tijdens die mastercourses. Wat hier dus wel uitgehaald kan worden. Dat vond ik wel. Daar heb ik daar wel echt wel uitgehaald, ja. Ja, je werpt je daarin op als een coach eigenlijk voor hen. Hoe was het voor jou in de tijd dat jij begon met muziek maken? Was dat er al, dat mensen zich voor jou ook in de bres gooiden of dat je ergens kon aanhaken? Nou, er was een andere tijd natuurlijk. Want het is eigenlijk een beetje net voordat dat internetding helemaal doorbrak. De social media en zo. Dus toen was er eigenlijk wel een scene in Venlo. We hadden wat jongens in Venlo die gewoon wat dingen deden en toffe dingen deden. En dat was allemaal veel meer verbonden. En eigenlijk is net na daarna, dus ik ben met hun daarmee in verder gegooid. En eigenlijk net daarna is dat hele social media ding gekomen. En is er heel veel afstand gekomen tussen mensen. Mm-hmm. En is de scene eigenlijk een beetje verdampt. En ik denk dat dus door mij, ik werp een beetje op nu als een soort middelpunt dan probeer ik te zijn. Om die jongeren weer allemaal een beetje te verbinden aan elkaar. En om te kijken of je dan wat kruiwagens op kan gooien. Waar haal je de tijd vandaan? Ja, eigenlijk valt het wel mee. Dat is wel goed te doen. Te gek. Zul, die breakout sessions die gaan eind november plaatsvinden. Mm-hmm. Wordt 5 daags writers camp dus eigenlijk. Ja. Kunnen mensen dat proces volgen wat daarin ontstaan? Wordt het vastgelegd? Of Dat wordt sowieso vastgelegd. Er wordt een kleine documentaire gemaakt zelfs over het hele proces. En dat gaan we ook gebruiken om dit project door te pakken. Dus daar volgend jaar meer mee te gaan doen. En volgend jaar zien we dan ook de eindresultaten voorbij komen van alle talenten. Ja, er komt sowieso een presentatie van alle materiaal. Ja. Te gek. Zeker weten, ja. Waar kijken jullie zelf het meest naar uit? Ja, ik persoonlijk vind die kruisbestuiving heel tof. Ik had het er op de heenweg met Samir over. Hij gaat van tevoren bekijken welke muzikanten, welke makers bij elkaar passen. En dat kunnen de vreemdste combinaties opleveren. Dat vind ik tof. Ja, ik kijk gewoon uit naar die week zelf. Die 5 dagen in het huis zitten met al die talenten. En we hebben een kok. We hebben allemaal mensen rondlopen die allemaal dingen doen. En dan gewoon lekker van studio naar studio wandelen. En horen wat allemaal gedaan wordt. Een beetje aansturen, een beetje inspireren. Ik vind het, ik heb er echt enorm zin in. Ja, ja, dus ja. Af en toe gast erop, maar ook wel gezellig. Absoluut. Elke avond doen we even lekker een kampvuurtje. Of gaan we even wandelen. Of, weet je, dus het wordt echt interessant. En we hebben trouwens ook wat heel belangrijk is aan het project. De laatste 2 dagen komen de industry professionals voorbij. Dat zijn mensen die ik dus ken uit de industrie. Label-eigenaren, publishers, andere artiesten, bekende artiesten, die komen langs om feedback te geven op de muziek ook. Dus het is echt ook meteen dan weer een netwerkmoment voor hun. En dat vind ik ook geweldig. Dus dat mijn netwerk, dat ik dat kan toepassen op die kids. Dus die kids, dan klink ik heel oud. Ik ben niet oud, ik ben heel jong. Die talenten, ja, die eraan gaan komen. Ja, we gaan er volgend jaar heel veel meer van horen. De Breakout Sessions, dank jullie wel voor jullie komst. Dit was het voorprogramma. Dank je wel voor het kijken. Wil je meer weten over popmuziek in Limburg? Kijk dan op popinlimburg.nl. Of kijk gewoon een volgende keer weer naar het voorprogramma. Dat mag ook. Tot dan.